Tijdvak 5 heet de tijd van ontdekkers en hervormers en vandaag gaan we het even hebben over de hervormers. We gaan het hebben over de kerkhervorming, oftewel de protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had. Dat gaat dus vooral over geloof, cultuur, maar daar zitten ook politieke zaken aan vast. In tijdvak 3 en 4 hadden we gezien dat het christelijk geloof zich steeds verder uitbreidde in Europa en dat de paus steeds meer macht kreeg, dat die geestelijken steeds meer macht kregen. Maar vanaf de 13e, 14e, 15e eeuw zien we ook dat er steeds meer kritiek komt op die geestelijkheid. En hier hebben we het nog een keer. In die geestelijkheid zijn dus mensen met een leidende rol binnen het geloof. Zij hebben als het ware de zeggenschap over de gewone gelovigen. Nou, wat voor kritiek komt er op die geestelijkheid? Ten eerste komt er heel veel kritiek op de paus. Die pausen die zijn bezig naar het streven naar wereldlijke macht. En dat zie je hier bijvoorbeeld ook op dit kaartje. Dan zie je in het midden van Italië een groot paars gebied liggen, de kerkelijke staat. Dan zie je ook nog bij Avignon in Frankrijk ook nog eenzelfde paarse gebiedje liggen. Dat waren gebieden waar de paus gewoon simpelweg de bestuurder ook was, waar die dus ook wereldlijke macht had. En veel mensen vroegen zich af waarom die paus ook die wereldlijke macht moest hebben. Ze waren immers de geestelijke leider en ze moesten zich dan ook vooral bezighouden met het geloof en niet met het bestuur en met de rechtspraak. Bovendien waren die pausen net als andere hoge geestelijken vooral bezig met luxe leven, met corruptie en met rijkdom. En dat moest aangepakt worden, vonden veel mensen. Maar er was ook kritiek op het allerlaagste niveau, dat niveau van de parochiepriesters. Want ja, die wisten vaak niet eens precies wat nu het belangrijkste was in het geloof, zeiden sommige mensen. Die hadden een slechte opleiding gehad, waardoor ze soms niet eens Latijn konden lezen, de taal van de Bijbel. En er was dan ook sprake van onwetendheid over het geloof bij die priesters. Nou, en daar moest natuurlijk ook iets aan gebeuren. Mensen die kritiek hadden op de katholieke kerk, of mensen die een ander soort van geloof voorstelden, die werden vervolgd door de inquisitie. En de inquisitie, dat was een kerkelijke rechtbank die niet-katholieken opspoorde en veroordeelde. Die niet-katholieken worden ook wel ketters genoemd. Mensen die dus niet de juiste vorm van geloof hebben in jouw ogen. Maar in de 15e eeuw werd het steeds lastiger voor die inquisitie en voor de katholieke kerk in het algemeen om de kritiek tegen te houden. Halverwege de 15e eeuw werd namelijk de boekdrukkunst uitgevonden en de kritiek op de geestelijkheid kon snel verspreid worden via de nieuw uitgevonden drukpers. Een gevolg hiervan was het begin van de kerkhervorming of de reformatie. Dat komt op hetzelfde neer. En dat betekent een protestbeweging tegen misstanden en manieren van geloven in de katholieke kerk. Nou, wat vond die katholieke kerk dan de juiste manier van geloven? Die paus die zei: de kerk bepaalt de geloofregels. Wij bepalen hoe jullie moeten geloven en wat er belangrijk is in het geloof. En de geestelijkheid die is nodig voor het contact tussen God en de gewone gelovigen. Als gewone gelovige kun je niet zonder die katholieke kerk, want anders kom je niet in contact te staan met God. Daar kwam heel veel kritiek op vanuit de humanistische hoek. En die humanisten hebben we ook al gezien toen we het hadden over die renaissance. Dat waren die geleerden die die oude geschriften gingen bestuderen en ze gingen verbeteren. Een van de belangrijkste humanisten kwam uit Nederland en dat was Erasmus. Hij ging de middeleeuwse Latijnse Bijbel, de Vulgaat, bestuderen en die legde die naast oudere Griekse versies. En zo kwam hij tot de conclusie dat die Vulgaat vol fouten stond. Er waren allerlei zaken in komen te staan die niet in oudere versies van de Bijbel hadden gestaan en dus moesten die fouten eruit worden gehaald. Andere humanisten waren Luther, een Duitser, en Calvijn, een Fransman. Zij waren alle drie diep gelovig. En ze hadden hele grote kritiek op de manier waarop die katholieke kerk bezig was. Die kerk was niet bezig met geloof, maar met bijgeloof, met rijkdom en met macht. En de enige juiste versie van het geloof, die vond je niet bij de katholieke kerk, maar die vond je in de Bijbel. De Bijbel, dat was het woord van God, daarin stond het leven van Jezus beschreven. En dat was dus de basis voor iedere gelovige van het geloof. Meer had je eigenlijk niet nodig, zeiden Erasmus, Luther en Calvijn. En dus al helemaal niet zo'n geestelijkheid die zichzelf een beetje lekker aan het vetmest is en zo'n luxe leventje leidt. En zij zeiden dus: de kerk moet hervormd worden. En dat leidde tot een breuk binnen die katholieke kerk. Erasmus zelf, die bleef die katholieke kerk toch nog trouw, hij bleef de paus trouw. Hij durfde niet uit die katholieke kerk te stappen, hij had er alleen maar kritiek op omdat hij er zoveel om gaf. Maar Luther en Calvijn, ja, die zouden het uiteindelijk niet meer eens worden met die paus en die zouden dus ook uit die kerk stappen. En dat betekent het begin van de strijd eigenlijk tussen katholiek en protestanten. Nou, daar zullen we eens even naar gaan kijken. Wat zijn dan de verschillende standpunten? Die katholieken die zeiden dus dat de paus de leider is van de kerk. Daar moest uiteindelijk door iedere katholiek naar geluisterd worden.
Luther en Calvijn zeiden dat er geen aparte leider sowieso nodig was van alle protestantse groeperingen tezamen. Want je had uiteindelijk mensen die de ideeën van Luther aanhingen en je had mensen die de ideeën van Calvijn aanhingen. En er komen ook nog een aantal andere protestantse stromingen. Maar dit zijn de twee grootste. Die katholieken die zeiden ook dat alle ambten in de organisatie van de kerk vervuld moeten worden door geestelijken. Nogmaals, die geestelijkheid was nodig, zeiden de katholieken. En de protestanten zeiden dat iedereen, ook leken, die taken kunnen vervullen. Behalve dan het ambt van predikant. En een predikant is iemand die de Bijbel voordraagt en uitlegt. Nou, de katholieken die zeiden ook dat geestelijken niet mochten trouwen. Luther, die zelf een geestelijke was geweest, hij was monnik. Die was uiteindelijk uit die katholieke kerk gegaan en die zou uiteindelijk ook trouwen. En zij zeiden dan ook, ja, dat slaat nergens op. Waarom zou je niet mogen trouwen? Wat heeft dat nou weer met de Bijbel te maken? Dat staat ook nergens. Predikanten mogen dus gewoon trouwen. In de kerkdienst bij de katholieken, daar staat de eucharistieviering centraal. De dood en de wederopstanding van Jezus, met de hosties en de wijn en dergelijke. Bij de protestanten, daar stond de preek van de predikant over een bijbeltekst centraal. Nogmaals, voor de protestanten is de Bijbel de basis van het geloof. Die geestelijke en heiligen die zijn volgens de katholieken nodig als bemiddelaars tussen de gewone mens en God. En die protestanten zeiden, nou, die zijn helemaal niet nodig. Iedereen, iedere gelovige kan zelf zijn weg naar God vinden met behulp van de Bijbel en eventueel zijn predikant. Nou, hier de belangrijkste zaken een beetje op een rijtje en ik hoop dat de verschillen al duidelijk zijn. Maar tussen Luther en Calvijn bestaan ook nog verschillen. Ze hadden allebei een andere versie van dat protestantse christelijke geloof. En die verschillen zullen we nu eens even op een rijtje gaan zetten. En hier zie je een kaartje van Europa, hoe Europa er uiteindelijk door die kerkhervorming uit zal gaan zien. En dan zie je dat het gele gebied overwegend katholiek is. Het bruine gebied, dat is calvinistisch en het blauwe gebied, dat is lutheraans. Je ziet sommige gebieden ook waar men zowel katholiek als calvinistisch is, of waar men zowel katholiek als lutheraans is. Dat komt voor, maar dat zorgde ook voor een hoop problemen, daar komen we dadelijk nog even op terug. Nu dus die verschillen tussen Luther en Calvijn. Die verschillen die gaan vooral over de kerkdiensten, hoe die ingericht moeten worden. Luther zegt namelijk dat verering van reliquieën en heiligen bijgeloof is, wat in die katholieke kerk gebeurde, waar allerlei schedels van heiligen of kledingstukken van heiligen vereerd werden, reliquieën, nou dat was dus absoluut niet nodig, en die heiligen sowieso ook niet. Maar Calvijn ging nog een stap verder, die zei ook dat het branden van kaarsen en muziek door middel van het orgelspel, dat ook allemaal bijgeloof was. Dus Calvijn die gaat nog een stuk verder dan Luther, hij is strenger. Calvinistische kerken zijn nog soberder dan Lutheraanse kerken. Nou, het tweede verschil tussen Luther en Calvijn heeft te maken met de weg naar de hemel, dus misschien wel het belangrijkste voor een christen. Hoe kom ik uiteindelijk in de hemel terecht, dat eeuwige leven na de dood, daar gaat het uiteindelijk om. Luther zei dat je in de hemel kwam als gelovig christen door gewoon simpelweg oprecht te geloven. Als je dat deed, dan zou God dat zien en dan zou je uiteindelijk beloond worden met een plaats in de hemel. Calvijn zei dat God van tevoren al had bepaald of mensen in de hemel of in de hel terecht zouden komen. Hun lot lag van tevoren al vast. Dat noemen we ook wel predestinatie. God heeft al bepaald of jij naar de hemel gaat of niet. Nou, dan zou je het af kunnen leiden dat het dan helemaal niet meer uitmaakt wat je tijdens je leven doet. En dan zou je lekker allemaal dingen mogen doen die verboden waren. Het lag immers toch al vast of je naar de hemel of naar de hel ging. Maar dat was ook niet zo, zei Calvijn. Door goed te leven liet jij zien dat God jou had uitgekozen. Dus als jij slecht leefde, nou dan zou het ook meteen een teken zijn dat jij naar de hel zou gaan. Het laatste punt waarop Luther en Calvijn verschillen, heeft met de politiek te maken. En daarom dat dit kenmerkend aspect dus ook een kleine politieke component heeft. De rol van de vorst, de rol van de overheid. Luther zegt dat een vorst zelf het geloof voor zijn onderdanen mag bepalen. Wiens gebied, diens gebed. Oftewel, de vorst is de baas, dus hij mag in zijn gebied bepalen welk geloof er is. Calvijn die zei, nee, een vorst heeft er helemaal niets mee te maken. Een paus heeft er helemaal niets mee te maken. Niemand heeft er iets mee te maken. Mensen mogen zelf hun geloof bepalen. En als een vorst dit niet toestaat, dan mag de gelovige in opstand komen tegen die vorst. Nou, je ziet hier op het kaartje van Europa al dat er dus hele grote verschillen gaan ontstaan in Europa. Gebieden die overwegend protestants worden en gebieden die katholiek blijven. En natuurlijk ook een aantal gebieden waar het allebei voorkomt. En die reformatie, die kerkhervorming, die heeft dan ook grote gevolgen voor Europa. Ten eerste zien we in het Duitse Rijk, waar Luther heel veel aanhangers krijgt, godsdienstoorlogen uitbreken die tientallen jaren duren. Dat heeft vooral te maken met weer die zin van Luther, wiens gebied, diens gebed. De vorst mag geloof voor zijn onderdanen zelf bepalen.
Duitse vorsten die onder de Duitse keizer vielen, die dachten van hé, nou kan ik wat meer invloed krijgen in mijn eigen gebied en hoef ik ook niet meer naar de paus te luisteren. Dus veel Duitse vorsten die kozen de kant van Luther en van de protestanten. Dat vond de Duitse keizer en de paus natuurlijk niet, dus dat leidde tot godsdienstoorlogen. Nou, uiteindelijk in 1555 komt er vrede in Augsburg. En die uitkomst van die vrede is iets waar Luther heel blij mee zou zijn, namelijk vorsten mogen zelf bepalen of hun gebied katholiek of protestant is. Dat is dus een gevoelige nederlaag voor de paus en voor de Duitse keizer, Karel V op dat moment. Een tweede gevolg van de reformatie is de contra-reformatie. Die wordt uitgevoerd door de katholieke kerk. Contra betekent tegen. Tegen de reformatie, tegen de hervorming dus. Wat gaat die katholieke kerk doen? Nou, die gaan het protestantisme op alle mogelijke manieren bestrijden, maar die gaan ook die misstanden in die katholieke kerk aanpakken, zodat er niet nog meer kritiek op die katholieke kerk komt.